volgens mij niet in die B-finale, maar hij kwam dan in de halve finale volgens mij in de laatste bocht. Kan ik me iets aan herinneren. Hij gaat natuurlijk de maximale aantal punten pakken voor deze B-finale. De man op de tweede plaats is mogelijk de 380. Gaan kijken als hij door de topbocht kan komen, hoe valt de tijdje erachter is. Het is de 845. En de 845 is de meters uit Tegelen. Dan zien we hier voorbij komen een man uit Maarden vandaan. En Maarden, dat is de Flying Devils. Hij was hier derde in deze B-finale. En dat is Bart Adriaanse.